kijk die Phantom daarboven. Wat heb ik nog nooit gezien? Ik heb die Phantom nog nooit hierboven zien vliegen. Wat tof. Wow. Yo, Nintendo fans. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan lekker door met onze Water Pokémon Only Challenge in Pokémon Sword. In de vorige aflevering hebben we Bee weten te verslaan. Dat ging op zich best wel moeizaam. Als je dat nog niet hebt gezien, ga het zeker even checken. En nu krijgen we dat verhaal dat BD de muur boven wil slopen met die olifant. En daar ga ik je even snel doorheen loodsen. En dan gaan we snel op weg naar de volgende gym. Kijk, we klimmen hier helemaal naar boven op ons fietsie. Dan staat BD hier op ons te wachten bij deze mooie art op deze muur. En hij wil de Wishing Stars hebben. Ja, en dan wil hij weer stoer tegen gaan doen tegen ons door met ons te battelen met zijn Duosion. Maar als we straks BD hebben verslagen, dan gaan we naar mijn favoriete plek in een Pokémon game ooit. Ik vind dat zo'n toffe plek, dat bos waar we naartoe gaan. En de vraag van vandaag is, wat is jouw favoriete plek in een Pokémon game ooit? Dus het maakt niet uit in welke Pokémon game, het mag in alle Pokémon games zijn. Terwijl Davy Jones keihard naar level 33 gaat. Onze Octillery is dat. Wat is jouw favoriete plek in een Pokémon game ooit? Ik ben wel benieuwd, jongens. Die van mij gaan jullie straks zien. Ja, die hebben jullie al twee keer gezien als jullie al mijn series hebben gekeken. Athene of Hetterum of whatever, hoe die Pokémon ook heet. Die doet even lekker een psychische aanval op mij en ik mis mijn aanval. Dus dit gaat niet super chill. Hij doet nog een keer Psybeam op mijn bakkes. En daar ben ik helemaal niet zo blij mee, jongen. Hier, een aquatil op je hoofd. Dan gebruik ik maar even een hyperpotionje, want ja, anders weet ik het ook niet. Het is niet de bedoeling dat bot down gaat, maar deze Pokémon is keihard aan de gang, jongen. Hou eens even lekker op, joh, met je Psybeam. Wat ben je nou stoer aan het doen? Oh, ik ben ook nog confused. Dit gaat helemaal fout. Kom op, bot. Raak hem. Aquatil. Ja, oké, ik raak hem. Hetterum is down. Oké, lekker gedaan, bot. Ja, ik ben wel blij met mijn Quagsire, hoor. Dat is toch niet zo'n hele verkeerde Pokémon. Hij wordt nu level 34 en Thor wordt level 31. Hij wil Muddy Water leren. Maar ik hou het, denk ik, gewoon lekker bij Aquatil. En dan heeft BD'tje ook nog even een Gotorita klaarstaan. Pak hem. Waterval. Yo, en nog een keer. Lekker hoor. Oh man, die Gyarados ook joh. Zo'n sicke Pokémon blijft dat. En daar is Ponyta van BD. Oh, ga je nou echt jezelf aandoen? Dat ik ook die Ponyta moet gaan verslaan voor je? Deze cute little Ponyta. Hoppakee, crunch erop en klaar. En hoppakee, Jennifer level 33. En dan is het klaar met BD. En nou niet boos worden op de muur, hè, vriend. Je hebt er net al een klap tegen gegeven. Even rustig aan, nou. Nou, de chairman is boos op hem. En BD, die mag hem niet meer gaan helpen. BD moet weg. Dikke doei, dag, dag. Oh, nee. Kapotte muur, nee. Oké, doei, mooie beeldjes. Later, ik moet verder. Want ik moet naar mijn favoriete plek in de game. Ja hoor, daar gaan we. Dit blijft zo mooi. Glimwood Tangle. I love it. Dat je dan gewoon even zo die paddenstoeltjes kan aanraken en zo. Hoppakee. En dan maar gewoon even moet battelen met de hele schattige kleine Impidimpies. Kijk hem dan. Wat een baas. Impidimpi. Pak hem. Acid er bovenop. Is niet een hele sterke aanval, maar natuurlijk wel super effective. Alleen ik mag niet twee keer achter elkaar dezelfde move gebruiken, omdat hij Torment heeft gedaan. Dus wat, doe maar even kap met dit. Bam, een Bubblebeampie. Hoppakee. Doei, Impidimpi. Het was leuk je gekend te hebben. En ik zie je graag nog een keer. Maar ik moet nu even verder in dit prachtige, mooie bosje vol met paddenstoelen. Oh, snap! Een Chinotic! Nee! Ik weet niet of ik daar wel tegen wil battelen, jongens. Strength Sap doet hij? Die move ken ik helemaal niet, maar oké. Ik weet niet wat hij hiermee doet. Mijn attack gaat naar beneden en hij krijgt er HP voor terug. Oh shit, en ook superveel HP. Oké, weet je wat? Laat maar, dit gaat niet werken. Doei! Deze Impidimp, die lijkt wel shiny, man, door die paddenstoel. Hallo, meneer de kok. Hallo, hoe gaat dit met u? Bent u nog lekkere champignonsoepje aan het maken? Van alle lekkere paddenstoeltjes die je hier kan vinden in het bos. Oh nee, je bent een of ander melkgerecht aan het maken met Milkery. Kom op, Smeagol, pak hem. Hoppa. Ik heb wel echt even een iets sterkere poison type move nodig. Want deze move is niet echt heel goed. Ik kan hem niet raken. Laat me je gewoon raken. Ik ben verliefd geworden op die Milkery blijkbaar. Lekker palpitoot. Nu, kom op, Bubble Bean. Nee, het lukt weer niet. Ik kan hem echt de hele tijd niet raken. Het is veel te lang zo. Pak hem nou. Wil Smeagol niet winnen of zo? Wat is hij nou aan het doen? Ga hem nou een keertje raken, man. Wat een loser ben jij, Smeagol. Vooral als we doorgaan, dan ga je lekker uit mijn team straks. Dan doe ik het wel gewoon met Quagsire. Eindelijk raak je hem weer een keertje. Man, 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 dat duurde lang. Ik switch wel even naar Gyarados. Die heeft wel not very effective moves, maar waarschijnlijk gaat het nog steeds sneller. Kijk, hoppakee. Chinotic is flinched. Dan kunnen we gelijk nog een keer een watervalletje doen. Hoppakee, er bovenop.
Lekker en klaar. Critical hitje. Zo doen we dat, Palpitoad. Het is allemaal niet zo moeilijk. Reptile gaat naar level 34. Je hebt nog een Pokémon. Serieus? Nog een Sinistee. Ja hoor. Sinistee, het kleine theekop. Je doet gewoon even een flinke sucker punch. Hier, Sinistee. Heb je een waterval op je? Doei. What up, Derek? Thanks, man, for the battle. Ik zie je later. En ik kan hier niet eens langs. Why you not let me er langs dan? Nou, dan gaan we maar even lekker helemaal via de andere kant. Via deze kant. Hier naar boven. Pokeballetje oppakken. Oh, en een battletje doen blijkbaar. Met inderdaad weer een Sinistee. Sinistee is wel een geinig, hoor. Is wel een geinig Pokémon. Vooral als die evolueert, dan vind ik hem echt wel leuk. Oh, hij doet Mega Drain. Oh, dit gaat niet meer goed komen. Nee, dit gaat helemaal niet goed komen. Oké, Smeagol, wegwezen, man. Doei. Daar gaan we dus even mooi niet mee battelen, hè? Laten we dat maar even niet doen. Hier kunnen we niet langs. Dan moeten we langs deze kant. En dan gaan we weer. Nieuwe battle. Tegen een Indeedee. Die waren volgens mij wel lastig te verslaan, die Indeedees. Ja, ik weet niet of we dit gaan redden met Smeagol. Smeagol is niet zo lekker bezig nu. Misschien is Smeagol wel degene die we strakjes gaan vervangen, jongens. Want Smeagol heeft natuurlijk dezelfde typing als Quagsire. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik Quagsire toch wel wat beter vind, volgens mij. Ja, kijk. Disarming voice nog een keer op mijn hoofd. Doen wij gewoon nog een keer een Babbelwimpie. Hoppa. Oké, gaan we Indeedee gewoon verslaan. Heeft Smeagol mij horen praten? Wil die niet uit het team? Volgens mij is dat het. Hij heeft me gewoon gehoord. Kijk, nu gaat hij opeens keihard. Nu is hij ook sneller dan Indeedee. En nu sloopt hij hem opeens. Palpitoad heeft mij gewoon horen praten. Ik weet het zeker. Hij groeit nu naar level 34. En dan gaan we eens even kijken. Want ik moet nu dus weer tegen Indeedee. En dan ben ik dus heel benieuwd hoe Bot het ervan afbrengt. Nogmaals, Quagsire heeft dus dezelfde typing. Die Psybeam op mijn hoofd, die doet op zich wel pijn. Maar kijk, deze aanval is wel een aardig stukje sterker. Voor mijn gevoel. Hoe ga ik om met Disarming Voice? Dat deed niet zo heel veel pijn op Palpitoad. Nou, op Bot ook niet zo. En Quagsire heeft dus eigenlijk maar 2 moves nodig om de tegenstander te verslaan. Maar het ding is natuurlijk wel dat Palpitoad nog wel moet evolueren. Dus eigenlijk kan ik dat pas echt beoordelen op het moment dat hij een Seismitoad is geworden. Bot en Davy Jones, allebei een leveltje omhoog. Ik denk dat we dat nodig hebben, jongens, deze training. Wanneer gaat er weer eens een keer iemand evolueren van mij? Dat is wat ik me afvraag. What up, Morgrum? Ik heb mijn Smeagol niet geheeld. Dus ik ben benieuwd hoe jij ermee omgaat, want jij bent freaking level 38, Morgrum. Daar ben ik niet zo blij mee, vriend. Ik denk dat ik dan toch even moet gaan wisselen, want ik denk dat het tijd wordt voor een watervalletje. 5 levels lager, hè, is deze Gyarados, en moet je zien. Hij maakt hem gewoon helemaal kapot. Die Gyarados van ons, jongen, die mag echt nooit uit het team. Gyarados en Lantern gaan een level omhoog, allebei. Lantern heb ik nog niet zo heel veel gebruikt, maar is toch wel een goeie voor in ons team, hoor. Het is toch wel heel chill om gewoon een Electric-type Pokémon ook in mijn team te hebben. Maar wacht even, ik wil nog die duo battle doen hier ergens. Ja, kijk, met deze twee. Yo, man, what up? Hebben jullie zin in een duo battletje? We moeten tegen Curlia en Ninetales. En ik heb even gekozen voor Lantern en Octillery, omdat jullie die misschien niet zo heel vaak zien tot nu toe. En dan gaan we natuurlijk eerst proberen om die Ninetales uit te schakelen. Die doet Incinerate. Dat doet natuurlijk niet zo gek veel damage op ons. Lantern is sneller dan Octillery en doet Bubble Beam op Ninetales. Ja, en dat is toch niet zo heel veel HP wat er afgaat, hoor, to be honest. Davy Jones doet ook Water Pulse. Ik ben benieuwd hoeveel damage dat dan doet. Kijk, Davy Jones is wel sterker in zijn aanval. Dat mag wel even duidelijk zijn. Dus als we echt water Pokémon nodig hebben, dan kunnen we beter dus voor een andere Pokémon gaan. Maar goed, samen hebben ze Ninetales in ieder geval gesloopt. Curlia doet Psybeam. Ja, en hij heeft wel een aardige goede special defense, zo te zien. Dan gaat Thor Bubble Beamen. Omdat ik met mijn andere aanval ook mijn eigen Pokémon raak. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Davy Jones gaat Aurora Beamen. Maar we hebben Curlia nog niet down. Die heeft zich niet zomaar gewonnen. Maar alsnog gaat het ons wel lukken met Thor Bubble Beam erbovenop. En dan is het klaar met Curlia. Hoppa. Lekker. En dan gaat Smeagol nog even naar level 35. Samen met Bot is dat gewoon het hoogste level van alle Pokémon die ik heb. En dan gaan we door, jongens, naar de volgende gym. Ja, oké. Nu weet ik dus eigenlijk niet. Is het bos nou mijn favoriete deel in een Pokémon game ooit? Of is dat Balonlea? Ja, eigenlijk dit, hè. Balonlea is eigenlijk gewoon mijn favoriete stad, plek in een Pokémon game ooit. En ik ben nogmaals heel erg benieuwd wat jullie favoriete plek is in een Pokémon game ooit. Dit ziet er zo leuk uit met al die kleurtjes. Het blijft fantastisch om hier rond te lopen. En dan te bedenken dat BD hier de trainer wordt. Hier wordt BD gewoon de gymleader. Dat is toch ongelofelijk dat die gozer gewoon zo erg wordt beloond voor zijn wangedrag in de game. Ik vind dat echt te bizar voor woorden. Ja hoor, daar gaan we. De gym! De volgende gym. Wat? Kijk die Phantom daarboven. Wat heb ik nog nooit gezien? Ik heb die Phantom nog nooit hierboven zien vliegen. Wat tof. Wow. Ik speel deze game nu voor de 5e of de 6e keer uit. En ik heb nog nooit die Phantom daarboven zien vliegen. Dat was echt superleuk. En dat was ook een mooi momentje om deze video af te sluiten. Want dan gaan we de volgende keer in de volgende aflevering keihard
deze gym pakken tegen Opal. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickitu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!